gespeeld. Dus ik hoop dat iedereen genoten heeft. We hebben aardig wat cd's verkocht, zag ik al. En ja, we gaan op naar de volgende optredens en tour en allerlei dingen. Dus het komt helemaal goed. Jeroen Settels, ben gitarist en achtergrondzanger bij The Grid. En een van de oorspronkelijke oprichters, hoorde ik net. Ja, ik heb Michel in 97 heb ik die leren kennen. En toen zijn we samen in de personeelsflat van de opleiding zijn we gaan spelen. Hele nachten en nummers geschreven. Daar is het eigenlijk mee begonnen. Dus, En in een veel grotere bezetting? Ja, ja, super. Ja, met, waaronder een drummer. Kijk, daar hebben we hem. Hey, ik ben aan de beurt. Zeg het maar. Hoe is het om bij The Grid te drummen? Schrikkelijk. Ja, je wilt het niet meemaken, jong. Ja, ik heb ook verder niks anders te doen, dus ik ben hier ook. Nee, het is geweldig. Nee, dit is voor een drummer wel. Wij spelen echt de groove rock en dit is voor een drummer toch wel lekker om gewoon. Ja, melodieuze rock hoorde ik wel eens aankondigen. Een mooie term, ja. Ja, het is gewoon wat Michel en ik, de bassist en een drummer, is toch wel een beetje de basis van wat groove rock is. En dat is natuurlijk wel gewoon knallen. En hier hebben we een van de oudere leden? Nee, de jongere leden. Het jongste lid. Wel het oudste qua leeftijd, maar daar moeten we het beter niet over hebben. Okay. Hoe lang speel je bij The Grid? Moet ik even de jongens aankijken, denk ik anderhalf jaar zo'n beetje. Ja, begin 2012. Ja. En lead gitaar, rhythm gitaar, wat doe je? Ik doe met Jeroen samen alles. Dus slag, solo, net hoe het uitkomt. Vandaar die melodieuze sound. We proberen wel aandacht te besteden aan de sound. In die zin dat we ook verschillende gitaren hebben met net even verschillende klank. Niet altijd alles even vervormd. En, dus ja, daar proberen we wel wat aandacht aan te besteden. Goed, en nou Donald Wever, manager van The Grid. Donald, hoe lang ben je al manager van The Grid? Ja, eigenlijk ben ik eind augustus 2012 gevraagd. En dat was eigenlijk het moment dat ik heb gezegd ja met de band. En ja, dat is het mooiste wat je kan hebben, hè? Zo'n band als deze te mogen managen. Oké, nou, we hebben elkaar buiten al even gesproken. Gitarist op een hele mooie afgerachte Fender Stratocaster, zag ik. Hij is absoluut te gek, hè? Vind je niet? Ja, zeker. Hoe lang speel jij al bij The Grid? Ik speel helemaal niet bij The Grid. En dat is nou het leuke van het verhaal. The Grid heb ik meegekregen via Rich Wyman. Dat is een Amerikaanse pianist, zanger. Te gek, de gast. En The Grid heeft hun toen begeleid. Wat ze uitmuntend gedaan hebben. En sindsdien ben ik echt een enorme fan van die gasten. En ik mag bij uitzondering. Ik heb begrepen dat ik ook mee mag naar Letland. Dat is of Lapland. Daar mag ik ook mee. Dus nee, dan mag ik bij uitzondering meespelen. En het is echt een waar genoegen. Het is een waanzinnige band. Backing vocals. Yes, dat klopt. Ja. Klonk goed hoor. Nou, dankjewel. Dat is ontzettend leuk om te horen. Heb je veel te doen bij The Grid als toetsenist? Nou, er is heel veel gitaargeweld natuurlijk. Dus veel te doen heb je niet. Maar het is wel heel mooi dat er bepaalde ruimtes ontstaan die ik af en toe goed kan invullen. Dus het is moeilijk om tegen het gitaargeweld in te gaan, maar ik doe mijn best. In 2014 willen we graag met de band naar het buitenland om daarna zeg maar toch de Nederlandse podia onveilig te kunnen gaan maken. En om te laten zien dat de band het ook echt waard is om door te breken in Nederland. The Grid on Tour. The Grid on Tour. Ja, watch ons in 2014.
En nog even iets over de cd, want je hebt nog niet verteld waar die verkrijgbaar is en wat die kost. Okay, de cd is verkrijgbaar voor 10 euro bij www.thegrid.nl. En daar is hij te verkrijgen. Op dit moment doen we eigenlijk geen losse of geen andere verkoopmethodes meer. Dat is toch deze tijd. Maar Spotify, iTunes, daarop is hij te verkrijgen. En fysiek bij www.thegrid.nl.